Hoi hoi allemaal, welkom weer in deze nieuwe video. Vandaag hebben we weer zo'n uitpakdingetje, kijken of het lekker is. Want zoals jullie misschien al weten in de hoofdvlog, hebben we een koffiezetapparaat gekocht omdat mama een keer deze cups had gekocht van al deze chocolademerken. Terwijl we een koffiezetapparaat niet hadden. Daar had je een speciaal koffiezetapparaat voor nodig. Dus zijn we toen meteen naar de winkel gegaan. En toen hebben we meteen gelijk meer gekocht, want eerst hadden we alleen deze. Maar toen hebben we ook er chocomel bij gekocht. Dat kun je zien in de vlog van gisteren. Dus we hadden die uitgeproefd. En daarbij hadden we ook nog deze gekocht van Starbucks. Hoe en alles, hoe het werkt. Ik zou het allemaal niet weten, maar dat gaan we dus in deze video uittesten. En ja, waar zullen we eigenlijk mee beginnen? Met chocolademerken of met Starbucks? Wat jij wilt, dus jouw video. Zullen we dan maar eens met chocolade beginnen? Ja, zullen we dat doen? Ja, okay. Welke? Dus misschien moet je gewoon eventjes je ogen dicht doen. En dat ik er dan één moet pakken. Ja, dat doe ik zo. En jongen, doe je sokken uit. Niet kijken, hè? Nee, ogen dicht. Niet kijken. Ik kijk het ergst naar Milky Way. Oké, okay, hij wil Milky. Nee, nou, juist niet. Oh, niet? Oké. Okay. Die vind ik juist het vies. Oh, die lijkt mij het lekkerst. Ja? Oké, okay, nou, pak er maar één. Nee! Jij dat heb ik gewoon expres gedaan. Nee, jullie weten het, ik heb het niet expres gedaan. Het was echt. Ja, expres voor mijn neus. Nee. Ik ken jou. Nee. Ja, je kent me wel, maar. Ja. Nou, hier heb ik de mooie cups. Dit zijn echt grote XL cups. Ja, maar ik kocht dit en ik dacht, ik doe dus een poedertje en ik doe dat in een kopje en doe ik er warm water bij. Dan heb maar ik dat is dus niet zo. Kijk, dat is echt zo'n toen deden we de doosjes open en ik had niet goed gekeken. Toen zag ik dat het cupjes waren. Maar goed, dan we hebben nu wel het koffiezetapparaat. We hebben het apparaat, nou het is niet echt een koffiezetapparaat. Hè. Je kunt er meerdere dingen doen. Dus ja. Maar we hebben een apparaat, hoe we het zullen noemen, ik zou niet weten. Maar dan hebben we deze cup. Ja, Lucius had net op een knop. Hij moet op standje 5. 1, 2, 3, 4, 5. En doen we een koud of warm? Zullen we hem warm doen? Ja, mag. Ja? Nou, dan zetten we het eerste glaasje eronder. Hij heeft glaasjes. Waarom pak je limonadeglaasjes? Ja, want dan kunnen we zien hoe het er ook eruit ziet. Nou, dat is slecht. Oh! Ja, dit ruikt wel echt naar Milky Way. Proef je zo, toch? Ja, ik ruik het hier. Oh, die geur is heel sterk. Oh nee, Lucius. Oh, Lucius, nee. Ik ruik het, ja. Zou ik hem al stoppen of gewoon heel vol laten gaan? Ja, dat is de zonde van de cup. Ja, dat is hem. Kijk, hij ziet er wel heel erg lekker romig uit. Wel. Romiger dan die normale chocomel die we gisteren hadden. Ja, die is ook wel romig, maar deze is wel romiger. Ja. Nou, zullen we hem dan maar gaan proeven? Het is heet, hè, liefie? Je kunt beter door een rietje koud drinken. En slurpen. Het maakt toch niet uit? Jawel, want dat gaat helemaal meteen in je keel. Je kunt dan niet nippen in het begin van je mond. Dus dan verbrand je je. Maar goed dat ik erbij zit. Mama! Mama! Mag jij even in beeld, Lu? Ja. Ja? Kijk, daar staat hij. Kleine bergbeklimmer. Hij heeft net een chocoladekoekje op, zoals jullie zien. Ja. Zo. Maar goed, daar stond dus de camera op. Nou, dus een probleem. Ik wel even zo met mijn hand. Ja, die. Is een cupje met je chocoladetoetje. Oeh. Zie je dat? Je hebt chocola in je mond. Ja, heb je een koekje op? Chocola in je. Ja. Nee. Oh! Lekker? Dit is echt Milky Way. Ik ben echt benieuwd. Weet je waar ik het benieuwd naar ben? Krijg een zonnetje, jongens. Weet je waar ik het benieuwd naar ben? Nou? De Twix. Heel benieuwd naar Twix. Ja, we moeten hem niet helemaal opdrinken, want dan kunnen we zo meteen nog even vergelijken als we ook die andere hebben. Ja, dat is goed. Vooral het nasmaakje, hè? Het is echt Milky Way. Ja, je proeft wel verschil met chocomel in dit. Ja. Er zit geen cafeïne in. Vind je het lekker of niet? Mhm. Ja? Zou er nog één? Nou, ik zou het zelf niet nog een keer drinken. Nee? Nee, dat niet. Nou, ik vind dit dus wel echt lekker. Jij zou dit wel vaker drinken. Nou, dan heb je een hele doos voor jezelf. Ja. Oké, Luan vindt deze dus niet zo lekker. Nee, ik geef hem een... gewoon een 6,5. Een 6,5. Gewoon prima. Okay, nou, ogen dicht.
hebben we weer twee keuzes. Mars of Twix. Wat is je nummer 1? Twix. Twix. Oké, ik wil de Mars. Maar goed. Ogen dicht. Echt niet kijken. Ja, pak er maar één. Niet kijken. Deze. Ja! Oké, daar komt ie. Mijn Twix. Daar dus Twix vind je het lekkerst van alle chocolaatjes? Ja. Ja? Ja, ik vind Sneaker ook wel lekker, maar die hebben ze niet, hè? Misschien wel, maar ik heb niet in de winkel gezien. Niet in de... Want nee. Waar heb je gekocht? Bij de Appie? Dirk? Dat weet ik niet meer. Dat was een tijdje geleden. Misschien bij de Jumbo? Ik weet het niet meer. Die liggen al heel lang in de kast, dat we ze niet kunnen openen. Niet ongebruikt. Twix erin. Ja. Duimpje dat erin. Duw de deksel. 1, 2. Er zit er een gaatje in en... Oh nee, wacht. Oh, dan moet je even kijken. Heb je dat al uitgelegd hoe dat gaat hier? Je moet eerst kijken hoeveel streepjes erop staan. Streepjes. Ook 5. 5 streepjes, oké. 5, dus 1, 2, 3. Maar mam, ik vraag me af, wat is dat? Ja, ik heb geen idee. Misschien is dat om het schoon te maken of zo. Stoom. Stoom. Weet je hem even stoom. Kokend water. Dat kan ook. Stoom of stokend water, 1 van de 2. Maar 1, 2, ja, oké. Nou, daar gaat hij. Ja. Het is een lekker geluidje, hè? Ja. Oeh. Meteen ruiken. Ruikt hij anders? Nee. Hij ruikt heel anders. Ja? Hij ruikt anders dan naar de normale... Oh, ik ruik hem hier al. Oh, wat ruik je dit goed, zeg. Chocomel, die rook hem helemaal niet zo. Nou, ook wel. Ik rook maar hem niet zo van erg, hier. Nee. Ik ruik hem hier al. Heel erg die geur van Twix. Alsof je? Alsof je de Twix niet openmaakt. Nee? Nee, ik ben echt niet meer Twix. Oh. Nou, we verschillen nogal van meningen. Ja, echt hè? Ik dacht dat ze hetzelfde DNA hadden. Nou, goed, je ziet er! Maar je hoeft niet altijd meteen hetzelfde te maar zeggen. Maar kijk, je ziet wel het verschil met deze. Deze is donkerder en de Twix is wat lichter. Zie je dat? Ja. Deze is lichter. Nee, deze is donkerder. Echt? Nee. Kijk, en de schuim is ook anders. Oh ja, de schuim is ook weer heel anders. Deze schuim is lichter, deze is donkerder. Ja. Oké, oh. Moet je ruiken. Oh, ik vind deze wel anders ruiken. Ja. Oh, de geur van die andere vond ik... Moet je ruiken, hè? Dit? Ruikt lekkerder. Of dit? Ja, dan ga ik wel van de Milko heen. Ja. Ik vind die wel lekkerder. Ja. Ruiken. Als... Hij ruikt een beetje zoet. Ja. Zoet. Ik vind hem niet echt naar Twix ruiken. Hij ruikt naar dat Twix wat binnen in de Twix zit. Dat karamel. Dat karamel. Nee, er zit geen karamel in. Wel. In Twix er zit helemaal geen karamel in. Oké, maar wat is dat spul dan wat in die Twix zit? Stroop. Er is toch geen stroop? Er is toch iets met... Nee, dat is niet karamel. Anders had ik die chocomel nooit lekker gevonden. Jij houdt niet van karamel? Nee. Jij ook niet. Wat is dat voor spul in die Twix? Waar ruikt het naar? Stroop. Stroop? Ja. Het ruikt naar stroop. Ja. Ja, zoet. Ja. Stroop is zoet. Nou, wil je... Ja. Lekker stroop. Stroop wat je op je pannenkoek doet. Ja, ja daar ruikt het naar. Het ruikt alsof je de stroop ruikt. Die stroop is dan natuurlijk wel altijd iets harder. Ja, maar de geur is hetzelfde. Ja. Dus maak maar even een stroop van je pannenkoek open. Ja, maar eerst. Dan ruikt dit, daar ruikt dit naar. Het ruikt wel lekker, dat wel. Ik ben benieuwd. Maar man, wat voor cijfer gaf je de Milky Way? Ik kan een 6,5. Nou, ik een 8. Jij een 8? Oké. Okay. Is het niet heet? Weer heel anders. Ja, gek hè? Het is allemaal chocomel. Deze proeft wel voller, moet ik zeggen. Ik vind die iets lekkerder op, hè? Ja. Nou, mijn Milky Way gaat omhoog. Ja. Naar... Nee, deze had ik eigenlijk meer van verwacht qua smaak. Ja, had ik ook wel verwacht. Alleen hij ruikt heel erg. Ik was een beetje tegen. Oh, de Milky Way die was ook wel heel sterk hoor. De geur, raak je allebei heel goed, maar deze proef je meer. Ja, ik vind die echt voller. Dus ik geef de Milky Way geef ik wel een 8. Oh, die gaat omhoog. Nee, Twix geef ik een 7,5. Die gaat omhoog, oké. Okay. Ja. En nu? Ja, nu is het aan de Mars. Ja, Mars. Hey, we gaan. Er zonde bij jongens, heerlijk. Een beetje bruin worden. Nee. Kan niet, zit achter. Daar is Elon Musk mee bezig, hè? Wat? De mensen naar Mars. Oh. Ik dacht met de zon door de ramen. Naar Mars, ja. Nee. Zou jij gaan?
Nee. Stel dat je tikken aangeboden kreeg? Nee. Reis je Mars? Nee. Nee? Waarom? Nee. Gewoon, je weet nooit wat daar te wachten staat. Nee. Stel ook dan, misschien heel spannend. Ja. Nou. Kijk, hij drukt. Nou. 1, 2, huppakee. Gaan we daarmee doen? Kijk, we zijn gaatje. Even weg. Nee, gooi het weg. Neem nog een slokje, nu. Welke volgorde laten? Ja, Milky Way, Twix en dan... Dat is een goeie, dat is ook echt wat voor mij om het dan weer anders te gaan zetten. We kunnen dus ook koud drinken, hè? Ja, dat lijkt me ook wel heel raar, hoor. Bezoekersbilaar. Ja, nee, dit is wel goede koffie. Maar je moet er ook een beetje... Bezoekersbilaar? Ja, nee, gewoon visite mensen bilaar als je koffie maakt. Ja, ik ben wel... Een koffietester. Ja, nee, chocomel-testersbilaar. Nee. Ja, tegenwoordig heb je toch allemaal van die mensen die allemaal koffies hebben met allemaal soorten dingen erin. Ik heb geen idee, ik kijk het niet. Blijkbaar. Nee, dit ruikt toch goed. Jouw algoritme die laat allemaal koffiemensen zien volgens mij. Ik zie nooit geen koffiemensen. Nee, grappig. Ik zie vooral allemaal moeders voorbij komen op mijn Instagram of mijn feed, zeg maar. Dat komt omdat je ik dat zelf voet. Nee, mijn pagina. Oh, je pagina. Je pagina. Ja, mijn Instagram pagina. Wat? Mijn Instagram. Jongen. Mijn Instagram pagina. Okay. Tieners be like. Nee hoor. Man, dat is echt niet leuk. Stoppen. Tieners be like. Nee. Nou, we gaan Mam, weer even over dit naar... Dit knip je eruit hoor. Tieners be like. Nee hoor. Mam. Dit Mam, zit je niet op mijn hoor. Stop! Stop! Nee, grapje. Nee, jongen. Dit hij wordt is een helemaal hele lieve tiener. Mam, alsjeblieft, hou op. Dit vind ik echt niet leuk. Moet het er ook uit? Ja, nee, Mam is serieus. Ik wilde wel echt... Nee, grapje. Nou, we hebben hier de... Wat was nou op Mars? Deze is lichter, heb ik het gevoel. Of maakt dat gewoon helemaal niks uit? Zit er gewoon nee. Een beetje... Zit er Birke. Gewoon... Dat is de Twix, zien hè? Zien gewoon... Mam? Milky Way, maar hij heeft wel op de goede volgorde. Ja, dat is een goede volgorde. Ja. Milky Way, Twix, Mars. Ja. Milky Way, Twix, Mars. Milky Way. Oh ja, wat vonden de Twix voor cijfers? Nou, wat ik jij? Moet heel eerlijk. Ja, Twix. Wat geef je? Het was ook lekker hoor, maar een 6,5. Een 6. Ik geef de Twix een 7. En de Milky Way een 8. Ik weet het. Waarin we de smaak aan verschillen. Nou. Het zit hem in de schuimlaag. Echt? Proef maar die schuimlaag. Want de chocomel zelf is niet zo heel verschillend. Je proeft aan de schuimlaag. Heet, goed. Oh, je moet nou, een beetje blazen. Iets zo'n slokje. Je moet slurpen en dan proef je die schuimlaag. Ik vind deze nog wel lekkerder dan die Milky Way. Nou, ik proef dus bijna geen verschil. Ik vind niet. Die Milky Way is veel sterker, maar die vind ik eigenlijk gewoon iets te. Nee, ik vind deze lekker. Nee, ik vind deze lekkerder. Nou, ik proef dus bijna geen verschil. Het zit hem in de schuimlaag. De schuimlaag proeft anders. Nee. Slurpen is alleen een beetje schuim eraf. Nee, nee, gewoon zo slurpen. Nee. Slurpen. Ja. Nou, proef je de schuim, proef je de Mars. Maar de chocomel... Is gewoon hetzelfde. Is hetzelfde. Wat een flop! We zijn wat opgelicht. Een flop! Nee hoor, grapje jongens. We zijn opgelicht door deze verschrikkelijke... Nee, grapje. Nee jongens, dit is het verschil denk ik. De smaak zit hem vooral in de geur en de schuimlaag. En de schuim. Voor de rest, als je hem even in je mond hebt en je hebt doorgeslikt, dan heb je gewoon het gevoel dat je chocomel drinkt. Dus eigenlijk gewoon die we daar hebben Pak staan. Die ook eens even. Ja. Want die heeft natuurlijk weer minder schuim. Het is natuurlijk wel leuk dat je een Mars chocomel hebt, maar voor het gevoel voor het, dat het echt een Mars is. Maar die Twix, dit ruikt dus echt naar stroop. Maar kijk, als je hier al zo naar kijkt, dan is dat eigenlijk toch gewoon hetzelfde kleur. Ja, maar het is ook hetzelfde. Kijk, wij hebben deze. Die hebben wel een keer gepopt. Maar doe maar eens even erin, want dan gaan we die koud doen. Koud? Kijk, weet je wat het is? De schuimlaag geeft het andere eerste smaakje aan en de geur. Want deze ruikt echt anders dan deze. Ze ruiken echt anders. Ze ruiken naar het chocolaatje, maar ze proeven gewoon een chocomel. Dat gevoel heb ik. Deze? Nou, deze smaakt wel echt naar Twix, hoor. Ja? Dus de Twix die is juist geen vloer? Ik vind de Twix anders smaken, maar het minst lekker. Omdat je er misschien niet aan gewend. Je proeft wel iets van verschil.
Moet niet. Nee, we proeven ze even heel snel achter elkaar. Dan proef je wel iets van verschil. Nee, eerst die proef. Dat is Milky Way. Slok. Nou, deze Mars. Nee, niet zo raar. Het is geen wijn. We doen hier niet aan wijn. Nee, niet doen. Dat is heel heet. Dat is maar. Hoor je wie het zegt? Proef je het? Wat? We doen niet aan wijn. Nee, wijn niet, nee. Ik doe ook niet aan wijn. Ik geef borstvoeding. Maar met de wijn die je rijdt. Proef je nou het verschil of niet? Ja. Vooral die nasmaak. De Twix smaakt het meest. En nee, vind ik het minst lekker. Maar goed, gaan we een normale koffie doen en dan doen we hem even op koud. Nou, chocomelk. Even wachten. Starbucks. Oké, jongens. We hebben gemerkt dat als we koude chocomel willen, de hele apparaat moet afkoelen. Die is nu helemaal heet, maar die moet weer helemaal koud worden. Dus we gaan eerst even de warme dingen doen. Zullen we de house blend als eerste doen? House blend? Nee, dan gaan we je ogen dicht doen. Oh ja. Ogen dicht. Je spieken. Ja, pak maar. 1, 2, 3, nu. Latte macchiato. De Starbucks latte macchiato. Latte macchiato. Latte macchiato. Oké, en er staat ook een nieuw recept. Nou. Oh. Wat wij dus niet begrepen, toen we het doosje bekeken, is dat hij opstaat dat je één keer moet je hem doen op de stand 5 en één keer op de stand 2. Ja. Moet je hem dan uitzetten. Ja, het is iets. En dan weer aanzetten op. Maar zijn deze cups? Ja! Wat? Kijk, zie jij het verschil? Kijk. Oh. Kijk. Moet je er twee doen? Dan moet je er twee doen. Oh, één is melk. Aha. Maar kijk, mam, we moeten eerst de witte doen. Die moet op 1, 2, 3, 4, 5. En de andere, is bruin. Dus die is bruin, die moet op 2. Hoe zie je dat de bruin dat wit is dan? Nou, omdat die wit is en die is gewoon, dat zie je gewoon. Nou, we gaan het testen. Moet eerst de witte, maar nou snap ik het. En je voelt meteen, hè, deze is zwaarder dan die andere. Nou, dit is dus de cup. Ja. Zoals je ziet, hij verkaat een beetje door het licht. Maar deze moet u eerst doen en deze moet wel gewoon 5 streepjes. Mm-hmm. Douwen we erin. Ja. Deze. Ja. Een nieuw cupske. Oh nee, wacht, daar hadden we al een cupske. Ja. Er staat voor de ronde. Die moet op 5. En die moet op 5 en de andere op 2. Ja. Want dat is 50 ml en dat is 75 ml. Nou, ben benieuwd. Dat gaat. En dit kan dus ook koud. Ja. Oh, dit kan ook koud. Oh! Oh, dit is gewoon hete melk. Eerst komt hete melk. Ja, sorry jongens. Oh, je ruikt het. Wij zijn geen koffiekenners. Mam, je ruikt de melk. Ja? Je ruikt echt de melk. Oh ja, ik ruik hier ook de melk. Ruik je melk? Dus ja, ik denk dat heel veel mensen nu denken, heus, wist je niet dat uit melk en alles bestond? Maar wij zijn geen koffiekenners. Wij drinken alleen maar zwart koffie. Ja, mama is gewoon ouderwets. Maar ik ben overgestapt naar de andere gang. Naar de ice coffee gang. Dus dit was de melk. Ja. En dan doen we en nu deze nog koffie. En die moet dus heel scherp. Die moet op tweede stand moet hij. Die moet op de tweede stand, omdat dat minder voelt. Deze voelt minder dik. Minder vol. Oh, moet je zien! Moet je zien hoe satisfying! Dit is ook een heel klein kopje. Ja, dit is nog kleiner dan de chocomel die we net hadden. Papa komt thuis. Papa thuis! Wauw! Hey, papa thuis. Met Lucy. Die waren naar zwemles geweest, hè? Oh. Oké, jongens. Kijk even hoe zelfs van die kleur eruit zien. Heel erg. Vind je dit nou echt lekker ruiken? Het ruikt wel heel lekker. Oké, mam, neem jij een eerste slokje? Ja, ik weet niet of je heel enthousiast wordt van mij. Nee, mama vindt het vies. Mama is alleen maar van de normale koffie. Mama is van de oude gang. Ik kan meteen. Oké. Lekker. Lekker. Ik zeg niks. Koffie. Maar dat lust ik. Oh ja, weet je nog die ene TikTok? Ja. Van mij met van die. Toen was jij 4 of zo? Nee, niet. Nee. 5? Nee, dat 7. Was die ene was TikTok. In je nieuwe reclame, heel lang geleden. Nou, proeven nu.
Ik ben al niet zo heel veel van normale koffie, maar wel van ijskoffie. Maar dit kunnen ze wel in het ijskoffie maken. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik zei het toch. Ik zei het toch. Gat. Hé, Stella. Wil je even een kopje koffie? Hey, Luxie. Luxie komt van zwemles, jongens. Hallo, schatje. Doe je jas maar uit. En mama, we hebben ook nog de cappuccino, hè? Ja, die normale koffie. Ik heb een ding gekocht. Nee, dat doen we morgen. Nou, dit is dus een groot succes, nou, dit. Ja. Maar de housemaat is wel heel groot. Papa vindt het wel lekker. Ja. Hallo, liefie. Dat is goed op zwemles. Kus. Luxie. Ah, oh, doe met je spelen. Potten. Oh, ik bedoel zo vechten. Oh, kussengevecht. Ah, dat zijn mijn hoedjes, hè. Dat zijn mijn hoedjes. Hoe is met je tand? Nee. Oeh, die gaat er bijna uitvallen. Die gaat er bijna uitvallen. Nou, man. Dan gaan we weer husselen. Husselen. Maar dit is dus... Oh, maar ik vind deze wel echt het vieste van allemaal. Oh, mam, hoeveel geven die? Hoeveel geef jij hem? Hé, mam. Dit was dus... Ah, dit is de cappuccino. Oh, dit is ook een nieuw recept. Cappuccino. Nou, en dit is oud. Oké, het was dus een groot succes, de koffie. Maar wat voor suiker? Dat doe je op zijn kamer. Nee, voor de chocomel. Je mag wel een muntje. Maar waar? Nee, voor de chocomel. De volgende ronde. Maar wat voor cijfer geef ik dat? Ik denk serieus wel dat dit gewoon echt lekkere koffie is. Maar ik ben gewoon niet zo'n koffiemens. Maar als het aan opa, aan oma en papa geven, die worden helemaal gek. Ah, doe eens niks. Ja. Oh, ik keek. Ah, ik zag op mijn beste kijkje. Deze. Kijk maar. Nee! Ga wel liever deze. Ja, de housemaat lijkt best lekkerder. De les van best. Ik wil openmaken. Ja. Twee van deze cups. Ja. Echt? Weer twee van die soorten? Ja, mama, ja. Ze hebben toch geen... Maar deze moet je op 1, 2, 3, 4 doen. Ja, oh, deze moet omdat het cappuccino is. Dan in een cappuccino is het altijd kleiner. Dus waardoor die streepjes dan ook minder moeten. Snap je? Ja. Dus dat wordt extra sterk. Even kijken welke vier is, hè. Die vier en die twee. Deze nou anders dan die andere melk? Nee, het is gewoon precies dezelfde melk. Het is gewoon warme melk. Dit is anders. Ja, maar dit is echt warme melk. Ja. Dat kun je ook nog gewoon zo drinken. En dan kun je er cacaopoeder bij doen. Ja, dan heb je chocolademelk. Ja, maar dan heb je zo'n cup en dan heb je weer niks aan die cup. Nee. Dus dan, dat is dan weer zonde. Ja. Auw! Er ging een drol tegen mijn neus. Nee, echt? Echt grapje. Oh. Dikke de scheur. Wat was echt een verbrande neus op je? Daar liep je met een rode neus heen. Oké. We gaan ook nog een videoclip opnemen. Oh ja, dan loop je met een rode neus. Dan ben je echt rendier. Rendier, hey! Rednose, Rudolf het rode rendier had een hele rode dikke neus. Want hij hing onder een koffieapparaat. En dat was geen succes. Een heel ander straaltje. Kijk, ik kan zo'n mooi vormpje maken. Een heel ander geluidje. Kijk, ik kan helemaal zo'n vormpje maken. Oh ja. Oh, dat was hem. We kunnen wel een keer aansmerken. Dat trap ik er niet meer in. Als het nou echt is, dan trap ik er niet meer in, hè? Nee, ik trap er niet in. Ja, dat is het nadeel. Als je zoveel grapjes maakt, dan trap je er niet meer in. En dan is het een keer echt en dan denk je dat het een grapje is. Grapje! Ja, nee, ik weet het. Nee, dat is niet grappig. Maar serieus. Hij ziet er heel anders uit. Hij ziet er echt super smooth uit. Hij is wel erg gefilderd, dat moet ik wel zeggen. Ja, hij is voller dan die andere. Ja. Dus je krijgt meer koffie voor je geld. Ja, dat wel. Dus die latte macchiato is duurder. Dit is een mooie koffie. Maar ik vind de kleur en de uitstraling vind ik al wel heel mooi. Ja. Je vindt koffie vooral heel mooi. Ja, en heel stoer. Heel stoer. Daarom ben ik ook van een grapje. Nee, echt niet lekker? Ah, slik gewoon door, man. Mietje. Het is een mietje hoor, dat. Oh. Oh, 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 oh!
Vind je die viezer dan die ander? Ja, nee, ik vind het allebei even vies. Allebei even vies. Ik merk deze verschil. Nee, ik vind deze lekkerder. Maar merk jij het verschil dan? Ja, zeker. Zeker. Nee. Ja. Ik merk geen verschil tussen cappuccino en latte macchiato. Dan moet je ze even heel snel achter elkaar proeven. Nee. Dat doet ik kan niet. Het geen eens doorslikken. Ja? Dus... Nee, papa is er nog één. Dat is luxe. Dat was luxe. Dan doen we de houseplant. Deze is mijn favoriet. En dit is jouw favoriet, want je wordt wel huisgemaakt. Dus dit is gewoon een beetje de neutrale koffie. En ik maar de neutraalste koffie van Starbucks is de Colombia. Dat is de originele koffie. Maar deze is dan weer iets anders. Die hadden ze niet meer. Maar die hadden ze helaas niet meer. Die was uit het assortiment. Die was uit het, hoe heet dat? Assortiment. Uit het assortiment. Ja, maar dat vind ik wel jammer. Dat hij dan niet meer goed verkocht werd, denk ik. Oh. Oh nee, wacht. Hij is leeg. Oh. Ja, dit is koffie. Die ruikt de koffiebonen. Die ruikt echt heel erg. Die ruikt de koffiebonen. Dit is jouw favoriet. Dit vind ik wel lekker, de standaard. Hij ziet er ook wel heel mooi uit. Het is echt gewoon geel-oranje. Oh, het ziet er wel heel mooi uit. Kijk, hoe donker. Ja. En wat lichter, dan opeens helemaal licht. Hij heeft ook wel een goede schuimlaag. Ja, hij heeft een mooie schuimlaag. Dit is dus een gewoon normale House Blend. Grande. De grande. De grote kut. En kijk, nou is hij weer helemaal van kleur versprongen. Zeg je dat? Nee. Ja, net was hij toch hier helemaal zo licht. Oh, ja, toen zag je het oplopen. Ja, nu gaat alles één... Helemaal naar, ja. Maar dit is gewoon koffie die ik lekker vind. Nou. Zo'n lekkere bak koffie. Is die lekker? Ja, dat is gewoon heerlijke koffie. Die moet je eens ook maar proeven. Hij is nou een beetje heet nog. Dan hebben we de chocomel. Ja. En dan doen we hem erin. Deze dus, de chocomel. Hoeveel streepjes? Ja. 1, 2, 5. 3, 4, 5. Nou jongens, dit is de chocomel. Zo. Nou, hoe proeft hij? Heerlijk. En je proeft vooral de cacao. Ja. We hadden vanochtend, hadden ze hem ook bij het ontbijt. En Lucilla, die vond hem een beetje... Ja, niet echt chocomel. Dat proef je ook wel, hè? Ja, je proeft dat er geen melk bij in zit. Hm. Wel gewoon lekker. Ja. Maar ja, of er nou een verschil in zit tussen al die andere... Ja, proef dit nu maar even, naar deze chocomel. Zoet. Oeh. Nou is die opeens heel zoet. Jakkie. Daar komen we nu dus achter. Die chocoladedingetjes, deze, die zijn heel zoet. Die chocomel is heel zoet. Beetje ten opzichte van een normale chocomel. Is het? Dit is gewoon normale chocomel. Dat proef je goed. Ja, hè? Ja. Nou jongen, wat vond je ervan? Ik vond het superleuk. En is ja, maar wat is dan van de koffie? Wat is dan ons favoriet? Ja, eigenlijk voor mij alle drie niet. Ik denk dat ik het weet van jou wat het favoriet is. Nou... Ja, ik vind de chocomel gewoon lekker. Ja, ik vind de rest en de rest allemaal niet. Nee. Ja, maar de Starbucks vind ik leuk om voor jou te maken. Ja, je vindt het leuk om het op een rijtje te maken. Maar uiteindelijk is het alleen maar de chocomel die jij er lekker vindt. Toch? Dat is ja, voor je bepaaltje. Koffie maak ik voor jou. Ja, koffie vind je ook lekker. Maar goed. En hè, als opa en oma visite zijn, die gaan dit dan kan jij een heel assortiment aanbieden aan opa daarom. En oma. Maar puntje bij... Maar dit gaat toch niet zo allemaal in de wasbak? Nee, die chocomel. Weet je wat we doen met die chocomel? Die doen ze meteen bij elkaar en die drink ik dan op. En de koffie die drink ik ook. Ik hoef dat niet op te drinken. Ik hoef dat echt niet op. Nou, ik vind het wel lekker. Beetje slagroom erbij. Dat mag jij dan doen. Ik doe dan gewoon weer deze choco. Maar jongens, vond je het nou weer een leuke challenge vlog? Oh nee, geen vlog. Video, doe dan zeker. Oh. Doe dan zeker even de poertjes omhoog. En vergeet niet te abonneren en klik gelijk even op het belletje. Doei doei! Doei! Nee, grapje. Want ik voel geen start.